Hallo, even live gaan. Dat was nog niet zo even live gaan vanochtend. Ik weet niet of jullie het al gezien hebben, maar Facebook heeft in ieder geval bij mij al van alles veranderd. Dus toen ik op het knopje live gaan duwde, toen was het nog niet zo eenvoudig om live te gaan. Ik heb het dan ook opgegeven. Geen idee waar ik allemaal op moet duwen. Het zou zogenaamd makkelijker gaan. Nou, voor mij niet. Iemand die weet hoe je nu live moet gaan op de nieuwe manier van Facebook, laat het mij even weten. Ik zou daar heel blij mee zijn. Nu kan ik het nog even met mijn telefoon doen, dus daar genieten we nog maar even van. De olie van vandaag, de tea tree. Waarom nou de tea tree? Omdat ik heb gezien dat de thieves alweer out of stock is. Het is niet te geloven. Ja, eigenlijk wel heel logisch. Maar er is echt een hele nieuwe vracht met de thieves aangekomen in Europa. En her en der zijn er gelukkigen die een flesje hebben weten te bemachtigen van de thieves. En hij is inmiddels alweer out of stock. Dus corona is in ieder geval een vreselijk gebeuren waar je met de thieves je heel goed bij kunt helpen. Maar die is dan dus nu ook alweer out of stock. Nou, we houden het goed in de gaten wanneer dat er nieuwe producten van de thieves weer aankomen. Dat zou superleuk zijn. Ik geloof wel dat er nog één of twee grote pakketten van thieves te bestellen zijn. Maar de losse flesjes, tenminste toen ik zo net keek, waren ze alweer out of stock. Niet verbazend natuurlijk, hè? Want heel Europa valt over die lading thieves heen. Dus vandaag de tea tree. En waarom? Omdat ook de tea tree een olie is die enorm goed is voor je immuunsysteem. En dat draait het toch tegenwoordig allemaal om, je immuunsysteem. Maar die tea tree is voor een heleboel dingen zeer effectief. Ik heb even een lijstje voor je gemaakt. Zoals je me ziet kijken van links naar rechts, is dat omdat ik even op mijn lijstje kijk. Zodat ik het goed voor je kan onder woorden brengen. Dus de tea tree. Enorm goed voor je immuunsysteem. Nou, misschien wel bijna net zo goed als de thieves, maar ja, oké, deze is dan ook heel erg goed voor je immuunsysteem. Zeer effectief dus bij bacteriën, maar ook vooral heel erg bekend vanwege het feit dat die schimmels te lijf gaat, virussen te lijf gaat, bacteriën te lijf gaat en dat die heel vriendelijk is voor je huid. Voor je huid is die namelijk ook heel erg fijn voor kleine probleempjes zoals bijvoorbeeld acne. De tea tree is ook goed te gebruiken bij wanneer je je amandelen bijvoorbeeld ontstoken hebt, wanneer je griep hebt, wanneer je gordelroos hebt, wanneer je veel moet hoesten, huidproblemen hebt zoals uitslag of infecties hebt, wanneer je een deodorant wilt maken zelf bijvoorbeeld. Had ik griep al gezegd? Ik weet het even niet. Maar ook wanneer je neus verstopt is, maar ook wanneer je netelroos hebt, wanneer je schimmelinfecties hebt, wanneer je kiespijn hebt, wanneer je likdorens hebt. Noem maar op, waterpokken, verkoudheid, nou, een enorm scala waarbij je dus met de tea tree aan de slag kunt gaan. Ik denk dat die het meest gebruikt wordt of bekend is vanwege schimmelwerend met zwemmers, eczeem en zo. Maar in ieder geval, daar is die ook heel fijn voor. Nou, op welke lichamelijke systemen werkt die tea tree nou? Hè? Want die olieën allemaal, die werken ook allemaal op één van onze, of meerdere van onze lichamelijke systemen. En de tea tree, die werkt op je luchtweg, op je immuunsysteem, maar ook op je spieren en je botten, je huid. En als je hem in de diffuser doet, is het heel erg fijn, want hij zuivert de lucht om je heen. Hij zuivert de helderheid en hij verfrist enorm. Nu moet ik je eerlijkheidshalve zeggen dat als ik aan de tea tree ruik, aan dopje, dat ik niet echt vrolijk word van die geur. Was ik vanochtend gestart met de Ylang Ylang, die heerlijk ruikt, bloemig. Dit is toch wel een geurtje, ja, ik vind hem eigenlijk, zoals ik hem zou omschrijven, een beetje medicinaal ruiken. Dus voor mij is dit echt een doe-olie en niet zozeer een heerlijk geurende relax-olie. Maar hij is zeer, zeer, zeer effectief. Oké, als we dan gaan kijken op welk mentaal of spiritueel gebied is die tea tree dan zeer effectief. Hè? We weten het van de trillingen. Dan moet je eraan denken dat de tea tree je mentale stress vermindert en zuivert. Tea tree zuivert echt je lichaam en geest van alle emoties.
En als we nou bijvoorbeeld oude wonden hebben of oude emotionele trauma's hebben opgelopen, dan kan ons lichaam dat dankzij de tea tree beginnen los te laten. En op het moment dat jij kan loslaten, lukt het je lichaam ook om gedragspatronen te veranderen. Ik zal straks in een andere live, maar daar heb ik even mijn flap-overbord voor nodig. En die zal ik in de engelengroep gaan doen. Zal ik je vertellen hoe dat zit, dat lijf dan in actie kan komen. Oké. Tea tree, ideaal voor mensen die in de slachtofferrol zitten. Zit je zelf in de slachtofferrol? Betrap je je er misschien op dat je in de slachtofferrol zit? Ben je het spuugzat? Wil je dat echt doorbreken? Zul je dus emoties, trauma's, gevoelens los moeten laten. En is de tea tree daar ook zeer effectief voor? En dat heeft ermee te maken dat je kunt loslaten hierdoor. Je emotionele wortels die dus deze trauma's of die emotionele problemen hebben opgeleverd, hebben eigenlijk allemaal te maken met in het zitten in de categorie van vertrouwen. Van wantrouwen. Wantrouwen naar jezelf toe. Wantrouwen naar een ander toe. Naar de omgeving toe. Naar situaties toe. En dan komt er natuurlijk ook heel snel weer schaamte bij kijken. Al dat soort emoties, als je daarmee te kampen hebt, dan is de tea tree wel een hele goede om het een en ander echt los te laten. Dan mag je nog weten, als we het hebben over chakra's, dat werkelijk alle chakra's worden uitgelijnd. Tot en met je kruin toe. Alles wordt uitgelijnd, alles wordt vergroot, wordt op een positieve manier beïnvloed door de tea tree. Dus dat wilde ik vandaag met je delen. Dus even een korte live over de tea tree. Je merkt het op hoeveel gebieden dat die effectief is. Ik zou je zeker adviseren om in deze dagen consequent te gebruiken in je diffuser. Als je bijvoorbeeld klaar bent. Als je 's ochtends opstaat en je hebt je bed opgemaakt, je hebt het raam even opengezet, doe dan even die tea tree in de diffuser. Laat even je slaapkamer daardoor zuiveren. Beneden in de woonkamer, doe even hetzelfde. Neem even een momentje om heel doelbewust die tea tree te gebruiken. Zoals gezegd, je kunt hem in de diffuser doen. Je hoeft ook niet de diffuser altijd helemaal vol te maken, hè? Want dat duurt dan uren eer die leeg is. Doe dan gewoon een beetje minder water in je diffuser. Doe hem gebruiken als spray. Doe hem gebruiken in capsules. Ik hoor dat mensen ze ook in capsules gebruiken. In de thee doe ik het nooit, vanwege die geur. Die vind ik te medicinaal, niet echt heerlijk bloemig geurtje. Dus ik zou deze olie zeer effectief en doelbewust gaan inzetten om te reinigen, te zuiveren, alles bij te houden. Dus die tea tree is voor mij nu op dit moment, als de thieves out of stock is de tea tree een hele goede alternatief. Een heel goed alternatief op de thieves. Hoi Karin! Leuk dat jij kijkt. Je bent altijd een van de trouwe kijkers en dat vind ik super leuk. Dus deze live ging over de tea tree. Je kunt hem vast nog een keertje terugkijken. Ik zet hem ook op mijn YouTube kanaal, dus daar kun je het ook nog eens kijken. En strakjes ga ik live in de communiceren met engelen groep. En dan ga ik je uitleggen hoe dat nou zit. Hoe kun je nou, of wanneer komt nou jouw lijf in actie? Wanneer schiet je lijf in actie? En op welk moment zijn engelen voor jou aan het werk? Dus daar heb ik mijn flap over voor nodig. Dan moet ik even op tekenen en dan leg ik dat daaruit. Maar dat is iets voor vanmiddag. Dat gaan we vanmiddag doen. En voordat ik live ga, zet ik even een paar minuten van tevoren wel een berichtje in deze groep. Of in deze groep, in de groep overal, dat ik live zal gaan. Dus houd even in de gaten. Dat was hem voor nu. Fijne dag nog!